We vertrekken deze nacht. Ik heb niet kunnen slapen. Oh my god. Maat, wat hel is dit? Look at this shit. This shit is good shit. Maat, het water is ijskoud en volle wind. Jullie weten misschien allemaal dat ik op vakantie ga naar Malaga. Heb ik gisteren een vlog gezegd? Nee. Dat komt er niet goed. We vertrekken deze nacht. De valiezen staan er al. Staan al klaar. Ik film met de vlogcamera van YouTube, dat wil dat ik het we vertrekken deze nacht om. om 2 uur vertrekken wij deze nacht. En dan. Dan gaan we naar de luchthaven om 5:30, stijgen wij op. We moeten in Amsterdam Schiphol zijn, dus dat is wel een stukje rijden. Als je me niet gelooft, ik ben inderdaad met de vlogcamera aan het filmen. Maar soms heb ik wel het ding dat ik mijn hier zit zo... hier van boven zit de microfoon. En soms heb ik dat ik mijn hand erop kom en dan is de geluidskwaliteit ineens kei slecht. Dat is wel een kut dingetje. Maar ja, in ieder geval, voor de rest is het wel leuk om met de vlogcamera te filmen. Mijn eerste vlog ben ik nu aan het editen met de vlogcamera. Dat is die van gisteren. En ja, straks gewoon 1-2 uurtjes slapen en dan moeten we al gelijk opstaan, want het uur wordt verzet in de nacht. Dus dat is ook weer letterlijk een nadeel, dat het uur net op dat moment wordt verzet. Dus dat is ook niet echt chill, want het wordt pas verzet om 2:30. En wij vertrekken om 2:00 hier, om 2:00 moeten we opstaan. Dus ja, we moeten wel een beetje rekening houden met de tijd, maar dat komt hopelijk wel in orde. Eerst kwam iemand anders ons halen. Iemand die papa kende, maar die moest nog ergens anders naartoe en die had niet rekening gehouden met het nieuwe uur, dacht ik, of zoiets het was. Dus die komt ons niet ophalen, dan rijden we zelf. Met 2 auto's, want we geraken natuurlijk niet allemaal in 1 auto. Wow, dat paarse licht hier. Echt kan je dat niet zien, maar op camera wel. Dat is de Face ID en dan is ik hem unlock. Kijk. Nou, is hij niet meer. En nu komt hij dicht en dan weer aan. Kijk, en nu scant hij mijn face. Hallo. Why is not working? No. There we go. Ik heb nog steeds problemen met de abonnees. Gisteravond 2125 of zo. Ik werd deze ochtend wakker 2016. Elke dag als ze erbij komen, gaan ze eraf. Ik heb hier een websiteje, Social Blade. Kennen sommigen waarschijnlijk wel. Kijk hier, plus 10, plus 10, plus 10. En hier de 17e en 28e, allebei min 10. En gisteren en eergisteren, allebei niks, want ik kwam er eerst bij en dan er terug af. Dus dan krijg je er niks bij. Dus vandaar, Dutch Performant heeft een live video gestart. Dames en heren, yes bro, oké. Geen zin in. Avond voor vertrek. Stressie. Dat is namelijk. Hallo, stel scherp. 21:05, dames en heren. Onze wekker staat om 2:00. Dus om 2:00 uit ons bed of om 2:00 vertrekken? 2:30. 2:30 vertrekken, dus 2:00 uit bed. Valiezen zijn jullie aan het prepareren. Komt wel goed hoor. Niet veel. Ja. Oh. Hi. Sarah is helemaal dood. Het is 23:16.
Ja. En nee, we zijn niet net wakker geworden. We moeten nog gaan slapen. Ik zie jullie over een paar uur. Staan jullie wekker om 2 uur? Oké, dat is goed. Dan moet ik die van mij niet zetten. Ik ga hier mijn apparaten insteken. Waar, lief? Mijn is nog in de living. Ik ga hier even mijn camera opladen. iPad en gsm, alles. Morgen helemaal ver ben voor de vlog. Maar ik zie jullie in een paar uur. Dag, flappies. Morgen. Nacht. Het is zover. Papa is net opgestaan. 2 minuten geleden. Om 5:00. Eén ding. Ik ben gaan slapen, denk ik. Ik weet niet hoe laat het was. Het stap ik op beeld. Hoe laat ik ben gaan slapen, denk ik. 11:30. Nee. Zoiets ongeveer 11:30 dat ik ben gaan slapen. Ik heb gewoon niet kunnen slapen. Echt gewoon totaal niet. Dat is kut. Ik ga eens kijken waar iedereen zit. Ik ben een paar dingen niet vergeten. Dat is mijn camera-oplaaier en mijn gsm-oplaaier en mijn gsm zelf. En mijn bandje natuurlijk. Hup. Oh. 2 uur. Oh, let's go. Ik had er iemand op de pot zitten. Oh ja, hey Sarah. Ik heb niet kunnen slapen. Heb je niet kunnen slapen? Nee. Echt? Hoe laat zijn we naar boven gegaan? 11:30 of zo? En ik kroop in mijn bed. Ik had het in eerste al koud, omdat er, en bij zit er zo'n deken onder mij, en dat ligt nog beneden, dus ik had het al koud. Ik heb geprobeerd te slapen, maar ik had zo dat gevoel, zo zware ogen. Maar ik raakte niet in slaap. Zo'n vertrekkersklaar zo, en hij is in een bril aan het slapen, hij slaapt in zo'n bril. Echt? Van vroeger uit, maar dat ding ja. O ja, wow, ik kwam als stoom af. Papa naar beneden. Ja. Oké. Dan ga ik eens even kleren aandoen en dan ga ik ook naar beneden. Die slaapt nog. Louis ook nog. What the fuck zit die gast weer te koken? Ik hoor vuur gaan. Zit jij nou te koken? Hey! Eierenbak hier. Oh, ik mis Nestel. We hebben Nestel, papa heeft die gaan afzetten bij Moeke. Een paar uur geleden. Ik mis toch die hond. Wakker worden, Breus. Halloesoe. Marie gelijk blij. En Amber krijgt nog wel onder teken. Oké. Hey Brillemans. Oh my god. Wie? Deze man staat gewoon met bril aan en wordt niet wakker. Maat, wat hel is dit? Louis! Wat? Ik ben weer op vakantie. Ah, kijk dan! Hé, schatje.
Ja, daar is hij hoor. Ja, we krijgen jou. Hallo. Maat, ik heb hier mijn alarm gestaan rond zijn oren. En die wordt gewoon niet wakker. Zijn we zeker dat ik hem heen ga? Ja. What the fuck? Our first sandwich met Edge en school. We moeten nog 57 minuten. En dan zijn we op locatie van de parking en dan worden we met de bus weggedaan zeker. Oké. Okay. Look at that. Oh. We zijn weg. Sarah is achter ons, want ze weet weg. Laat moeten rijden. Een uur 55. Parking Schiphol, zoals je kunt zien, we zijn er. Zo week zit er dan met die camera tegen de telefoon. Dat is nog heel scherm erop. Bij mijn telefoon zou het niet waar geweest zijn. Maar, wow. Wow. Aha. Cool. Wow, papa. Kijk hoe fucking laag dit is. Kijk, what the fuck. Dit is gewoon automatisch. Gewoon geen personeel, niks. Gewoon tief die bagage erin en klaar. Eins, twee, drie. Hup, wat is op de menu? Ja, in de plane. Je ziet echt helemaal niks. Ja, waarschijnlijk. Hey, dat is rap. Ik zie nog altijd geen hol. Sol Guadalmar. Daar is hij niet verkeerd hoor. Kijk. Look at this shit. This shit is good shit. Zo nice. Alleen iedereen staat op je smoel te zien als je aan het zwemmen bent. Dat is niet gezellig, gezellig. Maar papa zegt dat het vuil is, maar. Oh. I see airplane. Mami en papi. Present. Allee, Laura is niet filmen. Zot geld. Ah, zeker. Zot geld. Fijne vakantie, paps en mams. Oh. Mooi dat wel, hè. Oh. Sol Guadalmar. Voor de mensen die het willen weten. En nu gaan we naar... Naar het wc. Nu gaan we naar waar, papa? De wc. Ja, dat het dus. Ik kan er amper aan dan naar voren gaan. Ik wil zien aan. Ja, dat is zo hakkelijk zo. Jawel, nu wel. We zijn weg, joepie. We gaan naar het supermarché. Supermarché. Wow, what the fuck, jongen. Verschoot met de tearing. Zo, het is hier licht. Dat is beter. Ja, ta 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 ta. Dans nog eens.
Even kiezen. Foto's? Nee, we met papa naar de supermarché gaan, be like. Jongens, wij gaan even verder shoppen. We zoeken nog, weet ik veel, kaasblokjes of olijfjes of zo. Ik zie jullie zo meteen terug. Kijk eens even. Goeie chillings, bro. Heerlijk. 1 euro voor deze zak, hè. Voor zo'n soort van remix. Gast, dat is nu al de derde keer dat ik dezelfde pak. We hebben eindelijk onze sleutel gekregen tot de kamer. Kut, ik moet mijn masker nog aan doen. Wacht eens even. Oké, waar de fuck moeten we zijn? 4. Hey, dus één maand moet naar Ginder en één maand naar Ginder. Want wij, welke kamers hebben we? Dat zijn deze. Dit is 416, dit is 414. En dat past me allemaal niet in één kamer, dus. Dit is 415. Nee. Ik ga even stoppen. Dat is die deur. Deur. Ja, knippert groen. Ja. Oké, let's check it out. Zo, oud hier, holy shit. Wat is dit voor eindjes zo? Want als die kamer ook zo is. Is dat die? Wat komen jullie doen? Maar ik heb geen 416. Kom je tegen een 416? Nee, ik heb alles van 416. Hey. Oh, fucking jonge vingers. De logica van Spanje, be like. Twee deuren tegen elkaar. Ja, dat komt echt van de andere kant waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Want hier is dat ook zo. Kijk, de logica van Spanje, be like. Dat is echt stom. Oké, dit is het dus. Ik moet mijn masker even afdoen. Een heel mooie tv. Hallo. We hebben wel airco, dat is wel oprecht nice. En een telefoon. Papa, we hebben weer een telefoon. Maat, dit water is ijskoud met volle wind. Oh, nu wordt het. Dat is echt koud water, hè? Ja! Echt ijskoud. Dus ik ga nu koud. Ten eerste, het is buiten en het is niet eens zo warm. En ten tweede, het is kapot veel wind. Dus als je eruit komt, succes. Ho! Oh. Ik wil even. Dan doe het van kou. Zeg, roep eens iets in de micro. Ass, doe het gewoon van de kou. Dus, Flappy. Het was daarstraks weer. Sinds je pep moet jij nieuw? Trouwens. Echt chupa moenen. Ja, nieuw. Daar straks was het te koud. Te winter. Nee. Waarvoor zijn we daar straks nu teruggekomen? Ah, omdat het niet open was. Ja, de handdoeken konden we niet gaan halen. Het binnenzwembad was niet open. We zijn terug. Morgen gaan we nog een plonsie doen, hè, Saar? Ja. Dan gaan we goede content maken, bro. Nee, dat waren. Ik heb even het licht verstellen. Dag Floesje! Dit is by the way de badkamer. Ik heb nog mijn zwemkleren aan. Van Bernet. Ja, toilet. Ik weet niet waarom ze het nog steeds doen in hotels, maar bom. En wat dit moet voorstellen, weet ik ook niet. Is een telefoon voor als je vast zit in de pot. I don't know, man. Stil, niet zo veilig, maar zo. Een ouderwetse haardroger. Even reffen, bro! Geweldig. Douche. Wel een mooie steen, trouwens. Toch redelijk. Even omkleden. Kijk, ik ben klaar, Flapje! Komt er eerst. Zijn we eerst? Nee, we zijn niet eerst. De batterij van mijn camera is bijna plat, dus I got a spare battery. Always be prepared. Hier in Spanje is de Fanta altijd zo geel, hè?
zo kleurrijk en dan... Dat wil ik eigenlijk vechten. Ja, dat wel. Maar ja, ja, goeie. Ik laat erbij vragen. En als we dat erin doen, smaak is echt 10 keer beter. In ieder geval, ik heb net een stuk pizza geprobeerd. Het trok op niks, moet ik zeggen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Tot de volgende keer terug. Pizza!